is Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, Aan de Keukentafel Bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Hey, hallo Wim, welkom. Ja, hi Esther. Leuk dat je hier bij de podcast bent, bij de keukentafel A-Bij. En Wim Jurg is van de merkopstellingen. En ik ben heel benieuwd wat merkopstellingen inhoudt. Ook al hebben we al wat contact, dus ik weet het hier en daar wel al. Maar ik denk dat je me nog steeds wat meer informatie kan geven. En welkom. Dankjewel. Leuk om bij de podcast te zijn. Ja, en helaas moeten we het zo doen. Ook een beetje vanwege de corona. Maar we gaan elkaar vast en zeker nog wel eens een keer fysiek zien. Wim, ik begin eigenlijk altijd de podcast met hoe ben jij met systemische opstellingen in aanraking gekomen? Waar is het begonnen? Het is begonnen in 1999. Mijn broertje, zeg maar, die was een fan van Bert Hellinger. En echt van het eerste uur. Dus in 97, 98 ging hij naar Rome en Naar Californië om daar de opstellingen van Bert Hellinger bij te wonen. En op mijn verjaardag kreeg ik in 1999 dat boek van Bert Hellinger. Hoe heet het nou ook weer? De Hidden... Weet je nog hoe het heet? Ja, ik kijk gelijk in mijn boekenkast, maar... durf ik even zo niet te zeggen. Nou ja, in ieder geval het eerste boek van Bert Hellinger. En toen heb ik wat opstellingen meegemaakt en iedereen zei, ik snap er helemaal niks van. En toen dacht ik, ja, maar ik was ook altijd voetbalcoach. En wat ik had ontdekt is dat als je de mensen fysiek naast elkaar zet, dus niet op het bord met van die poppetjes, maar gewoon fysiek naast elkaar, dat je echt kan voelen waar de energie goed is en waar de energie niet goed is. Dus die methode gebruikte ik eigenlijk al 15 jaar voor het voetballen. Dus het idee, zeg maar, dat je mensen in de ruimte ten opzichte van elkaar zet en dat je dan kunt voelen hoe de energie is, maar ook kunt zien. Want mensen, zeg maar, die dus geen goede verbinding hebben, daar zie je altijd van, zeg maar, dat de benen dichter bij elkaar staan, zeg maar, als het hoofd. Dus die staan altijd dan een beetje zo uit elkaar. Ja, en dit krijg je dan al, hè? Ja. En mensen, ja. En mensen die gewoon naar elkaar toe neigen, dat gaat goed. Dus bijvoorbeeld, als je die verdediging had, de centrale verdediging, wat natuurlijk super van belang was, is dat eigenlijk de centrale verdedigers, die moeten naar elkaar toe neigen, maar ook naar de keeper toe. Dus ze moeten wel ietsjes, zeg maar, min of meer naar achteren. Dan lijkt het alsof ze uit balans zijn. Maar dat betekent dat ze eigenlijk ook een goede verbinding hebben met de keeper erachter. Als die keeper dus inderdaad zo gaat staan, dan krijg je altijd wel een misverstand in de wedstrijd. En zeg je, oh, wat had ik weer pech vandaag. Maar ja. Dat had je van tevoren al lang kunnen zien. Ja. Dus bijvoorbeeld als je dan rechtshalf en rechtsback had en die gingen gewoon zo naar elkaar. Dan zeg je, jullie zijn rechtsback en rechtshalf. Maakt me niet uit wie rechtsback staat of wie rechtshalf, zolang je maar zorgt dat die posities goed bezet zijn. Dit betekent natuurlijk dat die rechtsbuiten, zeg maar, gewoon wat geïsoleerd stond. Dus die zeg je van, jij bent gewoon rechtsbuiten. Kon zijn dat hij geweldig neigt naar die spits. Dan zeg je, jullie zijn spits en rechtsbuiten. Maakt me niet uit wie waar loopt. Maar als mensen dus een goede verbinding hebben, ja, dan werkt het supergoed. Ja. Dus voor jou was het een en al herkenning eigenlijk. Het was een en al herkenning, dus ik snapte ook helemaal niet dat iedereen zei, ik snap helemaal niet dat werkt. Ja, ik dacht, ik wist al lang dat zo werkte. En wat er natuurlijk heel bijzonder aan was, is natuurlijk wel dat het ook werkt op abstracte begrippen. Dus niet alleen qua personen, maar ook als je, zeg maar, het geld opstelt of de erfenis. Dus dat is wel bijzonder. Maar ik was ook altijd een fan van de metaforentheorie van Lakoff en Johnson. Die zeggen natuurlijk eigenlijk dat je altijd denkt in metaforen. Dus het vertalen, zeg maar, van de mindset om in echt een visualisatie daarvan, ja, vond ik eigenlijk ook altijd super logisch. Ja. Dus ik vond het... en het was grappig, want
ik moest toen promoveren bij de Open Universiteit. En ik had eerst willen promoveren op de... hoe heet het nou ook weer? Al die commercialisering, zeg maar, van die ziekenfondsen, weet je wel. En de NS en dat soort dingen. Ja, ik vond dat gewoon helemaal niks. Want je kunt dat niet commercialiseren natuurlijk. Omdat je daar gewoon nooit... Je kunt niet met z'n 16 op dat spoor gaan rijden. Dus ja. Het idee dat je dat zou commercialiseren en daarmee geld zou verdienen, is natuurlijk dom. Want heb je geen beleidsinstrument meer in handen. Dus ik vond dat ongelooflijk domme acties. Ook met het gas, zeg maar, privatiseren. Nou, ik dacht, dit schiet allemaal niks op. Dus ik dacht... Wim Jurg gaat aan de slag en die gaat de wereld, al Nederland, duidelijk maken dat dat geprivatiseerd van dat soort nationale dingen, dat dat alleen maar ellende oplevert. Maar soms in Engeland waren er ook alleen maar voorbeelden van. Dus ik dacht, daar ga ik op promoveren. Maar toen zei mijn promotor tegen mij, superleuk onderwerp, superleuk. Hij zegt, maar heb je ook niet iets positiefs? En ik zei, iets positiefs? Ja, hij zegt, je kunt natuurlijk wel zeggen dat dit niks wordt. Maar ja. Ik weet niet of iedereen op de mening van Wim Jurgens zit te wachten. Nou, dan kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat dat niet zo was. Ja. Maar goed, dus toen zei ik van nou, ik was dat ik met die opstellingen bezig was. En de naam was in het begin, was Family Positioning. En ik was natuurlijk ook altijd actief, zeg maar, bij de Open Universiteit op het gebied van brand positioning. Dus ja, de link van Family Positioning naar brand positioning was... Ja, die was eigenlijk heel kort. Ja. Dus, en ik ken de methode al. Hij sloot helemaal aan op de manier waarop ik dacht en voelde en wilde werken. Dus ja. Ik vond het fantastisch, zeg maar. Dus toen ben ik begonnen in 2000. Ik wou de eerste opstellingen meteen zelf willen begeleiden. Ik dacht, dat leek me gewoon het allerbeste natuurlijk. Maar toen zei de promotoren, bij een promotieonderzoek, is dat eigenlijk niet echt wenselijk. Degene voor mij, Ursula bijvoorbeeld, was ook gepromoveerd op haar eigen opstellingen. En Gemeinder, zeg maar, in Duitsland was ook gepromoveerd op zijn eigen opstellingen. Dus ik vond het vanuit die opstellingenwereld was het niet zo onlogisch. Mm-hmm. Maar eigenlijk dacht ik, het is ook wel goed. Dus toen ben ik in 2000 naar Jan Jacob geweest om te vragen of hij wou meewerken aan de kijken of je dus die merkopstellingen zou kunnen inzetten voor merkvraagstukken. Ja. En Jan-Jacob, die zoals Jan-Jacob dat doet, keek die zo naar boven. Dat duurde gewoon in mijn ogen wel een kwartier. En ik dacht, tja, wat nu? Want ik zo goed kende ik hem nog niet. En zei, tja, dat lijkt me wel goed. Systeem is goed. Nou, dus we hebben dat gedaan. En het is, ja, ik vond het fantastisch is het verlopen. Ik heb daarnaast, behalve met Jan-Jacob, heb ik ook heel veel andere merkopstellers meegenomen in het onderzoek, maar in de beschrijving in mijn promotieonderzoek, zeg maar, die heb ik hier eigenlijk altijd standaard liggen, heb ik eigenlijk alleen de opstellingen van Jan Jacob meegenomen, omdat anders al die varianten, ja, maakt het allemaal zo ingewikkeld. Ja. Dus zo is merkopstellingen dus ontstaan. Ja. Naar de promotie. Ja, en het was grappig, want bij de Open Universiteit vond iedereen het natuurlijk een theezakjesmethode. Dus ik was al de laagste in rang. Nou, toen werd ik nog lager in rang, omdat ik zo'n bizar instrument ging onderzoeken. En dat heeft me eigenlijk altijd wel super verbaasd. Want voor mij is wetenschap gewoon de manier waarop je iets onderzoekt. Mm-hmm. En niet wat je onderzoekt. Dus het feit dat iedereen zo ongelooflijk negatief was over deze methode. Ja, dat heeft me altijd wel verbaasd, zeg maar. En op een gegeven moment had ik Kees Brouwer, die zat toen in het college van bestuur, en die geloofde ook heel heilig in de methode. Bij KPN had hij eigenlijk deze methode ook toegepast. En die heeft hem echt geprobeerd om hem bij de Open Universiteit, zeg maar, als instrument op de kaart te zetten. Ja. Nou, dus uiteindelijk, zeg maar, heeft hem dat ook de kop gekost. Want er zit rond dat onbewuste zit natuurlijk best heel veel heftige energie voor bij een heleboel mensen. Ja. Dus dat, je zag het al toen, als we teruggaan, zeg maar, naar de tijd van Freud. Daarvoor was natuurlijk bijvoorbeeld
het introspectief onderzoek was gewoon kenmerkend voor psychologie. Zo werd er onderzocht. Maar toen Freud zo ongelooflijk aankwam zetten met dat onbewuste en toen werd iedereen zich ontzettend bewust dat hij denkt van ja, ik weet niet wat ze er allemaal uithalen uit datgene wat ze met mij deden. Dus toen is eigenlijk dat hele introspectieve onderzoek, ja, dat is echt heel erg op een laag pitje komen te staan. Ja. Maar goed, ik heb het dus ook bij de Open Universiteit, had ik op een gegeven moment wel gelukkig weer een fan. Ook met de decaan. En die vond het wel superleuk dat ik hiermee bezig was. Dus die heeft me toen ook gevraagd of ik studenten niet het onderzoek wou meenemen. Dus uiteindelijk zijn er ook 50 studenten afgestudeerd op die merkopstelling. Ja, dat vond ik, dat was ook fantastisch. Ja. Ja. Het maakte wel, zeg maar, dat mijn promotieonderzoek wel wat lang heeft geduurd, zeg maar. Ik ben er uiteindelijk 2010 pas gepromoveerd. Maar ik vond het fantastisch om ermee aan de slag te gaan. En ik vond het natuurlijk ontzettend leuk. Ik ben wel een team iemand. Dus ik vind het dan ook echt leuk omdat er dan andere mensen zijn met wie je dat samen kunt ontwikkelen. Want in je eentje, dan is het toch altijd een beetje eenzaam. Ja, snap ik. Maar het is wel kicken ook, toch? Het is ook wel kicken dat je gedaan hebt. Ik heb altijd gedacht, als ik het einde niet haal, dan vond ik het nog fantastisch. Maar ik heb hem in 2007 heb ik toen een artikel over die opstelling gepubliceerd in het Journal of Brand Management. En dat was ook heel grappig, want normaal gesproken krijg je dan zo'n artikel terug met 16.000 opmerkingen. En ik had mijn artikel dus ook ingediend in 2005. Ik hoorde er dus nooit meer iets van. In 2007 kreeg ik een ding dat hij geaccepteerd was, punt. Dus het enige wat ik nog moest doen is ze zeiden, we hebben ze hadden hun stijl veranderd, zeg maar, van de manier waarop ze de literatuur vorm gaven. Dus dat moest ik aanpassen. Maar ik hoefde in het artikel helemaal niks aan te passen. Wauw. En ja, dat was dus heel grappig, want daarna was er geen collega meer die zei van wat een theezakjesmethode. Want omdat het mij gelukt was om er een artikel in het Journal of Brand Management te plaatsen. En dat was natuurlijk, zijn twee bladen, zeg maar, die heel hoog staan. En dit is een van de twee, dus dat was fantastisch dat me dat gelukt is. En het was ook leuk, want ik had eerst alleen de digitale versie, maar toen heb ik ook nog de papieren versie gekregen. Wow. En het was grappig, want het was 50 pagina's, daar staan dan 4 artikelen in. En mijn artikel, dat was 35 pagina's. En die andere 3 artikelen, die hadden nog 15 pagina's. Dus het leek wel een heel nummer over die merkopstellingen. Dus het was echt heel bijzonder dat dat toen zoveel aandacht heeft gekregen. Ja. En Wim, even voor de luisteraars, wat is het verschil tussen een organisatieopstelling en een merkopstelling? Kan je daar... Ja, kijk, bij een organisatieopstelling gaat het over het algemeen vooral hoe de mensen zich onderling tot elkaar optimaal kunnen verhouden. Mm-hmm. En welke patronen erin zitten die maakt dat mensen soms niet goed kunnen functioneren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een baas die slecht is weggegaan, als dan een nieuw iemand op die plekje komt, dan zie je vaak dat het oude patroon als het ware weer terugkeert en dat het moeilijk is als nieuwe baas, zeg maar, om daar dan je plekje te vinden. Kijk, bij merkopstellingen gaat het erom dat je kijkt of de beslissingen die je eventueel zou kunnen nemen, bijvoorbeeld je logo veranderen of een nieuwe doelgroep opzoeken, of die gaan bijdragen, zeg maar, aan je merk. En dat test je elke keer uit. Dus ik heb een hele specifieke methode. En dat is dus, het werkt altijd met interventies. Dus het idee is, je beschrijft de huidige merksituatie. Je kijkt, wat zou ik kunnen doen om dat te verbeteren? Die interventie, zeg maar, breng je in. En dan kijk je, zeg maar, wat kan ik doen om te zorgen dat die interventie, dus een nieuw logo, een nieuwe doelgroep, een nieuw product, een verandering van merknaam. Het kan, whatever. Het zijn natuurlijk ongelooflijk miljoenen beslissingen die je dan kunt nemen. Maar dat is het aanpak is altijd. Je beschrijft de huidige situatie. Je ziet je merkbeslissing als een interventie in het merksysteem. En je kijkt onder welke voorwaarden gaat deze merkbeslissing goed uitpakken. Of moet ik hem achterwege laten? Ja. En, dus dat is, en ik werk altijd dus met, ik neem altijd alles op. Zodat je het inderdaad goed kan analyseren, maar dat je het ook terug kan kijken. Mijn eigen ervaring is ook
dat je heel vaak dingen vergeet die even niet in je straatje passen. Hè? We nemen graag waar wat past en wat we niet, wat niet past, dat zien we over het algemeen niet. Mm-hmm. En ja, dus is, als je het opneemt, is het ook gewoon goed dat iemand even kan terugkijken van wat eigenlijk werkelijk is gebeurd. Omdat je toch wel vaak ziet dat je brein dingen vervormt. Ja. En het is ook, ik maak ook altijd een analyse daarvan. En zorg dus inderdaad van, oké, als je deze interventie wil gaan doen, in principe, hij werkt goed als je daar en daar op neemt. Dat is eigenlijk het soort verslag wat ze na afloop altijd krijgen. Ja, dus eigenlijk bedrijven die dus iets toe willen voegen of een verandering willen aanbrengen in hun bedrijf, die komen dan voor een merkopstelling. En is het dan eenmalig of heb je een traject wat je met... Het is een eenmalige opstelling of ja? Het is per interventie, per beslissing is het gewoon één opstelling. Het mooiste vind ik, zoals pas bij Daron bijvoorbeeld, waren ze ook aan het afvragen zeg maar, of hun logo's goed waren, zoals ze nu waren. En dan zijn er twee directieleden en dan doe je eigenlijk een merkopstelling met beide, onafhankelijk van elkaar. Okay. Om te zien van oké, wat zie jij? En bijvoorbeeld bij de één heb je dan, hij is erg enthousiast over het gele bankje wat er dan staat, bijvoorbeeld voor de klant. Dus als je als klant binnenkomt daar, dan heb je een leuk geel bankje en dan zie je wel mooi in de gang te kijken. Dus je zit niet naar die werkende te kijken, maar je voelt je wel heel erg welkom. Want zodra je binnenkomt, zie je dat gele bankje. Nou, dat was voor Wolter was dat dan heel erg belangrijk, want dat staat symbool voor wat hij belangrijk vindt om met om te gaan. Bij die andere, zeg maar, ach, die had niet zoveel met dat gele bankje. Maar die maakt zich die zei van, ja, maar we zijn een Gronings bedrijf. En hoe gaan we daar precies mee om? Dus bij de ene had je dan de G1 was dan het gele bankje. En G2, zeg maar, in de tweede opstelling, was Groningen. Dus ik werk ook altijd met symbolen, met letters. Zodat niemand weet waar die voor staat. Ja, dat is ook wel interessant, ja. Ja, dat is ook echt anders. Dat is al eigenlijk ontstaan door die eerste klanten die op een gegeven moment zeiden van, nou, ik weet niet of het wel helemaal zuiver is. Omdat mensen die zeggen van de klant, en er was dan iemand die zei, ik ben de koning, zei die dan. En dan dacht je, ja, komt dit nou uit de opstelling? Of is die gewoon lekker zich als toneelspeler iets aan het neerzetten, zeg maar, omdat hij zich geen houding weet te geven. En het is heel erg moeilijk om dan het verschil te zien, als opsteller al, zeg maar. Maar dus voor de klant helemaal, die kan dat helemaal niet uit elkaar houden, of iemand dan echt is, of dat hij daar eigenlijk een toneelstukje zit op te voeren. En toen hebben we eerst gekeken van, we hebben eerst met cijfers gewerkt. Nou, dat was echt een hopeloos geen succes. Want dan zei je 1 en dan moest iemand 1 en dan 1-1. Oké, wat is 1 ook alweer? Dus dat schoot niet op. Dus toen hebben we dus bedacht van waar het om gaat uiteindelijk, is dat je de letters heel snel kan associëren met datgene waar ze voor staan. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over het huidige logo, dan neem je de H bijvoorbeeld. Ja. En dan kan je meteen denken, zodra je de H iets zegt, denk je, oh, dat zegt het huidige logo. En het nieuwe logo, oh ja, dat... Zodra N wat zegt, dan gaat je brein automatisch aan de slag met het nieuwe logo. Ja. Kijk, want de kern van de methodiek is voor mij dat je 99% van je kennis onbewust verwerkt. En dat betekent dat je heel veel weet wat je niet weet. Ja. En dat betekent dus ook, zeg maar, dat als je een beslissing moet nemen, dat je eigenlijk moet proberen die onbewuste kennis naar boven te krijgen. En daar werkt die merkopstelling ongelooflijk goed voor. Want je hoort zeg maar die nieuwe merkbelofte wat zeggen. En je voelt meteen dat je denkt, oh ja, natuurlijk dat en dat en dat. Dus want je brein gaat automatisch aan de slag om alles wat je om je heen ziet logisch te maken. Dus ook datgene wat er in de opstelling gebeurt. Dus je kan perfect, is de perfecte trigger als het ware in mijn ogen, de opstelling, om je onbewuste kennis boven tafel te halen. Ja. Ja. En het blijft elke keer bizar. Dat was die vorige week ook weer zo bij dat voorbeeld van Daron.
Dat je dan zegt, dat ze dan zitten te kijken, zeggen ze, het blijft toch wonderlijk dat niemand weet waar het over gaat. En dat het zo ongelooflijk passend is. En ja. Wat ook natuurlijk bijzonder was, bijvoorbeeld bij vorige week ook dan weer, is dat het verhaal van de beide directieleden ja, eigenlijk naadloos op elkaar aansluit. Ja, natuurlijk zijn er verschillen, want bij de een heeft een gele bankje rol en bij de andere Groningen. En dat heeft andere effecten op het systeem, maar het verhaal of je het oude logo moest aanpassen naar het nieuwe logo, dat was eigenlijk bij beide, ja, dat gewoon een supergoede bijdrage gaf aan het versterking van het systeem. Ja, mooi. En Wim, zeg je dan eigenlijk dat degene die de opstelling doen, die weten dan zeg maar wel waar de letters voor staan, maar de representanten weten het niet, toch? Nee, dat klopt. Ja. En jij hebt zelf je representanten, toch? Ik heb wat ik bijvoorbeeld die laatste keer had gedaan, wat ook heel erg leuk werkt, is dat er een paar representanten meedoen van het bedrijf zelf. Een paar, niet te veel. Okay. Want het grote probleem, zeg maar, als je representanten van het bedrijf zelf opstelt, is dat er een psychodynamisch stuk is. Bijvoorbeeld, als je iemand van het bedrijf kiest voor een element wat vervangen wordt, suggereert dat eigenlijk dat je vindt dat die persoon er wel lang genoeg heeft gewerkt. Ja. Als je een rol geeft die uit het systeem moet. En dat doe je dan niet bewust, maar dat doe je wel. En dus wordt die rekenbaar dat degene die die rol krijgt, voelt dat die zeg maar moet gaan. Dan moet je namelijk aan die persoon zeggen, bedankt dat je erbij was, maar zou je nu willen gaan zitten? Nou ja, die voelt natuurlijk ook dat dat verder gaat als alleen die opstelling. Ja. Ja. Maar het is wel het leuke daarvan is dat het echter wordt voor de opdrachtgevers, omdat ze zeker weten dat die mensen uit hun eigen bedrijf er niks van weten. Want die hebben ze zelf voor gezorgd dat die er niks van weten waar het over gaat. Dus dat maakt het geloofwaardiger. En het is ook leuk voor de dialoog na afloop, omdat je dan ook dus naast die directieleden ook een aantal mensen van het bedrijf zelf hebt. Die dan vanuit die opstelling kunnen reflecteren op die mogelijke verandering. Ja, ja. En Wim, heb jij het idee dat steeds meer bedrijven hiervoor open gaan staan? Ja. Dat idee heb ik. En kijk, ik heb mijn eigen opleiding, hè, voor die basisopleiding, merkopstelling. Er zijn 12 mensen, zeg maar, hebben dat afgerond. Dus dat betekent dat er sowieso 12 mensen nu ook in Nederland daarmee bezig zijn. Ik heb elke keer maar een heel klein clubje hoor. Dus nu zijn er 3. En ik hoop inderdaad, ik wil ook een klein clubje houden. Maar ik wil wel graag, de eerste keer was een clubje van 5. En dat is goed, zeg maar. Dat is die de jaaropleiding deden bij je? Ja, dat is een half jaar opleiding is het. Oké. En dan begin je ook gewoon meteen met opstellingen begeleiden. En zodat je er met elkaar over kunt sparen. Het zijn allemaal mensen die natuurlijk al heel veel levenservaring hebben. De een in de opstellingen, de ander in de merken. En dan is het, vind ik het mooiste, als je gewoon meteen aan de slag gaat. En dan met elkaar reflecteert. Oké, van hoe is de opstelling verlopen? En wat zou je mogelijk een volgende keer anders kunnen doen? Bijvoorbeeld een van de dingen die dan nog wel eens misgaat in het begin. Is als er een conflict is tussen 2 mensen, dan zeggen ze van, die ene zegt, nou, ik word echt helemaal gek van hem. En dan zegt die ander, nou, en ik word ook gek van jou. En dan zegt die nieuwe begeleider, bedankt. Gaan we nu naar het volgende element. Ja. En dat werkt natuurlijk niet, want als die spanning er ongelooflijk in zit, dan moet je daar eerst iets mee doen, voordat je een nieuw element in gaat brengen, want anders werkt het natuurlijk niet. Maar goed, daar word je je dan bewust van. En ik weet dat van mezelf vroeger ook nog wel. Ik hou ook niet echt van conflicten. En ik vond het in het begin ook echt moeilijk, als 2 mensen conflict hadden, hoe ik dat moest handelen. Mm-hmm. Dus in een opstelling. Maar dat is zo'n voorbeeld waarvan je dan denkt, van, nou, dat leer je dan hoe je daar als het ware op een goede manier mee omgaat. Ja, dus mensen hebben niet per se een vooropleiding nodig in systemisch werk. Maar ze hebben wel affiniteit met systemisch werk of met merken
als bij jou de opleiding willen gaan volgen. Ja, ja, kijk, je hebt ook al vaak van die merkadviseurs die eigenlijk al een beetje werken met van die poppetjes bij wijze van spreken. Ja. Of met bekers die ze ten opzichte van elkaar zetten, omdat dat positioneren in merken, dingen ten opzichte van elkaar zetten en het, zeg maar, het denken in merken als mensen, hè, dat is eigenlijk wel gebruikelijk binnen heel veel, binnen die hele merkenwereld. Dus die vertaling van dat je het merk voorstelt als een mens, is binnen die merkenwereld eigenlijk heel erg logisch. Okay. Dus hebben dan als je goed in die merkenwereld zit, is de stap naar opstellingen is niet zo groot. Oh, en, maar nee, die is niet zo groot. Omdat je gewoon gewend bent om te denken in positionering en over personificaties van merken en merkelementen. En het werken, zeg maar, met, hoe noem je dat ook alweer? Persona's bijvoorbeeld. Iedereen werkt met persona's in brand. Dus van die ideale klant is een persona. Ja. Dat is Tante Truus, zeg maar, van drie hoog. Of whoever. Ja. Maar dat maakt dus ook al dat het denken over merkelementen in de vorm van mensen eigenlijk heel dicht staat bij hoe ze normaal denken. Ja. Het werkt ook leuk in de groep, hoor. Want dan heb je een aantal mensen, zeg maar, die heel erg thuis zijn, zeg maar, in die opstellingen en weinig in merken. En omgekeerd heb je dat ook. Dus dat werkt heel erg leuk met elkaar samen. Ja, dat geloof ik wel. En je kan veel van elkaar leren, denk ik, daarin. Yes. Ja. Ja. Dus dat is superleuk. Maar eigenlijk is het dus heel mooi als je een organisatieopsteller bent, om merkopstellingen erbij te doen. Want dat is eigenlijk wel een toegevoegde waarde. Dat denk ik echt. En vooral ook omdat er natuurlijk een aantal dingen die bij organisatieopstellingen anders lopen. Zoals daar is het over het algemeen gebruikelijk dat iedereen weet waar die voor staat. Dus dat stuk, zeg maar, het leren werken waarbij representanten niet weten waar ze voor staan. Dat is natuurlijk wel weer een vaardigheid die op zich nieuw is. Maar ook het maken van een verslag waar de cliënt wat aan heeft. Kijk, dat idee van de ziel moet zijn werk doen. Dat kan heel goed werken, denk ik, inderdaad bij die familieopstellingen. Maar in een sfeer van bedrijven is de ziel moet zijn werk doen, werkt niet echt helemaal. Omdat je moet ook mensen kunnen meenemen in waarom dingen op een andere manier moeten. Je moet het kunnen uitleggen. Omdat je samen dat bedrijf vormt, als het ware. En dus als je dan niet goed kan verwoorden wat er, waarom dingen wel of niet werken, dan is het ontzettend lastig om de rest erin mee te krijgen. En krijg je juist vaak heel veel frustratie. Jij ziet inderdaad waarom het zo moeilijk is, bij wijze van spreken, voor die baas om dat mee te nemen. Maar omdat je niet echt dat goed kunt verwoorden, kun je ook heel moeilijk andere mensen erin meenemen in de rituelen die nodig zijn om een verandering te creëren. Ja, dus als ik het goed heb, de opdrachtgever die komt bij jou dan met een interventie. Dan vindt de opstelling plaats en vervolgens krijgen ze ook nog een schrijven over de opstelling. Ja, ik doe eerst altijd een mondelinge presentatie waarbij ik dan zeg van, nou, volgens mij is dit de uitkomst, zeg maar, van de vraag die je hebt. En dan sparren we daarover, want wellicht dat zij nog dingen hebben gezien die ik in eerste instantie over het hoofd heb gezien. En daarna lever ik dan, zeg maar, het definitieve verslag in. Waarbij het dus inderdaad gaat van, oké, wat is je vraag die je hebt gesteld? Welke beslissing wou je nemen? En wat is ervoor nodig om er een succes van te maken? Ja, mooi. En mooi dat je daar mensen voor opleidt om dat te gaan doen. Ja, ik ben natuurlijk, ik vind het opleiden is gewoon ook een beetje mijn ding. Ik ben altijd al graag docent en ik vind het altijd leuk als je mensen kan faciliteren, zeg maar, om dan zo'n nieuwe methode ook zo uit te voeren dat het helemaal bij hen past. Ja, ja, mooi. En wanneer start de volgende opleiding? 10 september. 10 september. Ja. Dat is wel goed om te weten, denk ik. Ik denk dat mensen naar aanleiding van deze podcast ook wel geïnteresseerd zijn. Dat zou hartstikke goed zijn om te weten, zeg maar. In principe zijn het 5 mensen die mee kunnen doen. Want dat zei ik van, ik vind het belangrijk dat je gewoon ook alle tijd hebt. Dus wat ik dan doe is, we maken die videoanalyses, maar die spreek ik ook door met mensen. Zodat je inderdaad kunt zien van, oké, welke interventies heb ik nou gedaan? Of welke ingrepen in het systeem? En
waren er wellicht andere opties geweest die hadden gemaakt dat die opstelling misschien toch net even iets soepeler was verlopen. Ja, ja. Ja, dat is mooi, want je leert gewoon heel erg praktijkgericht. En dat is, ik denk ook bij je opstellingen kan het eigenlijk niet anders. Want het is ook ervaren, hè? Opstellen, ik weet wel natuurlijk van, in het begin was er bij Hellingen natuurlijk veel over te doen. Ik weet wel dat sommigen die deden dan natuurlijk, die vonden natuurlijk de psychologen en de psychiaters, die vonden dat je een psychiateropleiding nodig had of een psychologenopleiding. En dan zei Hellingen tegen iemand die dan voor het eerst kwam, ja, jij hebt het gewoon. Dus je moet morgen beginnen. Tieneke weet ik nog wel dat hij dat bijvoorbeeld zei. En had iedereen zoiets, hoe kan dat nou? Maar ik geloof er ook in, zeg maar, dat je je eigen roeping moet vinden en de dingen moet doen die op de manier die bij jou passen. Dus iedereen die doet zijn opstellingen ook wel op een andere manier. Bijvoorbeeld, ik weet wel, Joost Augustijn van Markt Respond, bijvoorbeeld, die vindt het heel prettig als mensen zelf hun plekje zoeken. Oh ja. En ja, dat is ook moving of the souls, hè, noemde Hellingen dat op een gegeven moment. Dus ja, soms werkt het goed. Het is bij mensen die het niet goed kennen, de methode, die hebben gauw de neiging om met z'n allen een cirkeltje te gaan zeggen van, dan kan ik iedereen zo fijn zien. Ja. En ja, zo is het natuurlijk. Dat is wel een, daar moet je je bewust van zijn als je die methode hanteert. Dat zodra je veel mensen in de ruimte hebt staan die de methode niet goed kennen, gaan ze geheid in het cirkeltje staan. En ik dat voelt voor mij dit niet helemaal zuiver. Ja. Maar goed, het is dus ook... Maar het is ook wel heel interessant om te zien hoe ieder zich daarin ontwikkelt hoe congruenter het is, hoe bij diegene het ook past en waar het daardoor ook zijn of haar werkwijze wordt. Dus, ja, het heeft ook natuurlijk een voordeel, want het grote voordeel is dat voor de cliënt is dat hij dan, dat, kijk, als je als merkopsteller zelf niet ingrijpt, die doet zelf niet zoveel, dan lijkt het er allemaal direct voor te komen uit het systeem. En voelt het dus geloofwaardig. En kijk, en een van de bijzondere dingen van die hele merkopstellingen, vind ik wel, is dat het een soort self-fulfilling prophecy is. Op het moment dat die opstellingen aantonen dat iets een succes is, nou, daar geloven mensen er ook helemaal in. En dan wordt het natuurlijk ook succes, want alles waar je 100% in gelooft en waar je vol voor gaat, wordt succes. Ik weet nog wel, ook een keer, dan waren ze bij een bouwbedrijf, daar hadden ze een fantastisch concept, waren ze 2 jaar hebben ze dat ontwikkeld. En dat was dan, daar gingen ze bouwen voor oudere mensen, zeg maar, van plus 50. En dan gingen ze de hele tijd, hadden ze dan weer, bij als ze dan 60 werden, gingen ze wel aanpassingen doen aan het gebouw. En bij 70 en bij 80 hadden ze helemaal uitgewerkt welke veranderingen dan allemaal zouden plaatsvinden met trapliften en zo. Fantastisch. We gingen daar dus een opstelling over doen, nadat ze er 2 jaar over hadden gehad. En toen zei dus die vertegenwoordiger van het merk, zijn we hier nou nog mee bezig met hetzelfde? Ik ben er wel zo zat van. En toen werden ze eigenlijk bewust van, ja, ze zijn gewoon een projectorganisatie. Een projectorganisatie die werkt van project naar project. En die wil gewoon niet 30 jaar met hetzelfde project bezig zijn. Ja. Dus, en het was grappig, we hebben dus die opstelling gedaan. Daar was Goos Geurs, heeft toen nog een van die twee gedaan. We hebben drie directieleden hebben gedaan. En eigenlijk uit alle drie kwam, nou, dit is geen succes zo. En ze hebben dus die dialoog nog na afloop gehad. En het is er geen enkele vergadering meer teruggekomen. Want ze hebben gewoon besloten, ze hadden alle drie besloten van, ja, dit moeten we gewoon niet doen. Dus ja. dat is het bijzondere. Ze waren er 2 jaar mee bezig. Prachtig document gemaakt. En dan kom je erachter eigenlijk dat het gewoon helemaal niet bij jou past als organisatie. En dat het dus dan ook zo bijzonder is, als dat dan blijkt uit die 3 opstellingen, dat ze het dan ook er gewoon niet meer op, dat het gewoon niet meer op de agenda heeft gestaan. Ja, dat het gewoon eigenlijk zo verdwijnt. Ja, ik vond het echt moeilijk. Ja. Want ik vind het dan leuk, zeg, ik ben toch een beetje een wetenschapper, dus ik wil naderhand nog een keer erover hebben. Zei ze, nee, is niet nodig, zeg maar, zeiden ze. Ja. We hebben al besloten, zeg maar, we gaan het niet doen. Dus ja, waarom zouden we het dan nog verder over hebben? Ja,
Ja, nou ja, maar dat is het hele bijzondere effect van die opstellingen. Ja. Dat als je je bewust wordt dat het niet werkt, dan is het ook meteen klaar. Dus daarom is het voor, ja, volgens mij, voor directies is het zo ongelooflijk goed. Dit is ook zo'n voorbeeld. 2 jaar lang zoveel geld spenderen aan iets waar eigenlijk niemand in gelooft. Ja, en toch doorgaan. Dat is ook bijzonder, hè? Dat ze daar dan in hun bewust toch mee doorgaan. Ja, ja, kijk, dat zeg ik bij die opstelling. Je hebt eigenlijk altijd 2 dingen die tegen elkaar inwerken. Je verwerkt dus 99% van de informatie uit de gang van onbewust. Maar er is ook een ongelooflijke drang om alles te houden zoals het is. Hè? Never change a winning team, hè? Dat idee. Ja. Van zo doen wij de zaken hier. Ja. En als je dus iets anders gaat doen als datgene wat je tot nu toe deed, is er een geweldige systemische druk om te denken dat jij gek bent geworden. Hè? Wat ben jij dan niet van plan hier? Ja. Dus het is ontzettend moeilijk om te onderscheiden van, oké, welke verandering is eigenlijk nodig? En is de weerstand die ik er tegen voel, komt die eigenlijk uit mijn onbewuste kennis, hè, onbewuste werktijd, of komt die gewoon uit het feit dat ik eigenlijk onbewust alles hetzelfde wil houden? En dat kan je niet goed uit elkaar halen. Nee. En dat geldt voor jezelf, maar het geldt ook voor anderen. Dus dat voorbeeld hier, 2 jaar lang, dat ze ook misschien dachten, misschien wil ik gewoon wel alles hetzelfde houden, terwijl dat eigenlijk niet moet. Dus daarom kunnen die dingen ook zo lang duren. Ja, dat is daarom is die zo'n merkopstelling zo ontzettend waardevol. Ja, en eigenlijk bij elk bedrijf kan het gebruiken. Het maakt niet uit. Elk bedrijf is natuurlijk eigenlijk een merk. Want waar het bij een merk om gaat, is om dat wat mensen over jouw bedrijf denken. Dat is natuurlijk wat een merk is. Een school is een merk. Jij bent een merk natuurlijk. En Wim, ben jij de enige die dat zeg maar op merkopstellingen doet? Of is het ook in andere landen? Of, nou ja. Nee, het is eigenlijk, er zijn wel mensen bezig in andere landen. Maar eigenlijk leeft het er nauwelijks. Omdat die combinatie van de merkenwereld en de opstellingenwereld, daar ben ik wel een beetje uniek in. Ja. Dus ik heb in het begin, toen had ik ook echt contact met alle grote marktonderzoekbureaus. Hè. En daar zou ik ook de hele wereld over, om overal die opstellingen te doen. Het leek me fantastisch, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk, het grote probleem met de methodiek, dat is de keerzijde van de methodiek, is dat dat ze geen reputatie heeft. En dat betekent, zeg maar, kijk, heel veel. Hij gaat een beetje meepraten. Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Neem je tijd. We zitten aan de keukentafel, dus alles mag erbij. Precies. Ja, het is helemaal prima. Maar dus kijk, heel veel onderzoek wat gedaan wordt, consumentenonderzoek, dat wordt eigenlijk gedaan omdat de manager zich in wil dekken. Ja. En ik heb ook samengewerkt met IPM bijvoorbeeld, in Rotterdam. Die gingen helemaal voor dit onbewuste. Die zijn er failliet op gegaan. Dus omdat ze, die hadden dus datzelfde probleem. Kijk, wat je nodig hebt voor een merkopstelling is iemand die echt wil weten, gaat dit werken of niet? Ja. En dat is wat anders als iemand die zich wil indekken voor het geval het misgaat. Ja. Want daarvoor is een opstelling natuurlijk niet geschikt. Want als het misgaat, bij wijze van spreken, en je zegt, nou, ik heb er een merkopstelling over gedaan, dan word je natuurlijk alleen maar uitgelachen. Ja. Dus daar zit de problematiek, zeg maar, dat er gewoon, er is natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs dat de methode werkt. Want dat lukt je natuurlijk ook nooit, omdat, zoals het voorbeeld van dat bouwbedrijf wat ik noemde, die heeft natuurlijk de hele beslissing niet genomen. Oké, dan kun je zeggen van, betekent dit nou dat een goede beslissing was? Is onmogelijk om dat te bewijzen. Ja. Het is onmogelijk om te bewijzen. Of als een werkopstelling uitwijst dat je iets niet moet doen, dat dan dus een goede beslissing was. Dat weet je nooit. Ja. Nee. Maar je kan wel onderzoek doen op de ervaring van de mensen en
Ja, dus dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar dus dat hele onderzoek hier gaat over van oké, hoe was het voor mensen zelf? Ja. De mensen zelf zijn er ontzettend enthousiast over. En die hebben echt het gevoel dat ze inzichten hebben gekregen die ze op een andere manier van zijn levensdagen niet hadden gekregen. De meest heftige vond ik was, die ik ook in beschrijf was, van KPN Mobile bijvoorbeeld. Waar ze dan dus, hij had dan alle concurrenten opgesteld. En die concurrenten konden het zo goed vinden met elkaar. Toen zei een aantal mensen in die opstelling, nou, wat een waardeloze methode, want concurrenten reageren niet zo op elkaar. Maar vervolgens werden ze 6 maanden later veroordeeld voor het maken van illegale afspraken op die mobiele markt tussen die concurrenten. Weet je, dus dat is dus ook het heftige ervan. Als er lijken in de kast zitten, maar dat is natuurlijk bij organisatieopstellingen ook altijd zo. Ja. Het geeft een beeld van wat er echt aan de hand is. Dus ja, dat kan soms ook heel confronterend zijn. Ja. Ja. Dus, dat moet je ook kunnen nemen. Ja. Dat moet je kunnen nemen, zeg maar. Maar je moet er ook echt op uit zijn om beslissingen te nemen die goed zijn voor je merk. En het gaat dus niet om je indekken voor het geval het niet goed is. Want ik weet wel, al die marktonderzoekbureaus waar ik dus ook geweest ben, die hadden daar het grote probleem. Want die verdienen gewoon het geld met het min of meer goedkeuren van de beslissingen die merkmanagers van plan zijn te nemen. Omdat ze weten natuurlijk precies wat eruit moet komen. Of wat die merkmanager wil horen. Dus ze zorgen dat in hun onderzoek dat er ook uitkomt. Nou, is hij blij? Zij zijn blij, want hij betaalt graag. Maar ondertussen, ik weet nog wel, de eerste merkmanagers met wie ik die opstellingen deed, heb ik toen de 6 meegedaan. En die zei, weet je wat het meest bijzonder is? En zei hij met die opstellingen, nu elke keer dat ze doen, dat ik me zo bewust word dat ik beslis. En in het begin, zei hij, in het begin, ik liet altijd gewoon onderzoek doen. Nou, en ik had dan de indruk eigenlijk dat uit dat onderzoek kwam, dat deed ik dan eigenlijk. Maar ik ben me eigenlijk nooit bewust geweest dat zij natuurlijk gewoon zorgde dat datgene eruit kwam wat ik eigenlijk wil horen. Want als je dat niet doet, dan gaat je rapport de la in en dan zeggen ze van, weet jij wel dat voor wie jij werkt? Ja. Dus, maar dat vond ik wel heel bijzonder, zeg maar. Dat die, dat is het ook. Ja. Dus ik zo vind hou je het alles ook in stand. Fantastische methode. Ja, daarom denk ik ook, het is... Op de website van die merkopstelling heb ik dat ook wel geschreven. Je moet echt... Ik denk van het nemen van een beslissing, bijvoorbeeld een nieuw logo, dat kost je toch gauw zeg maar tussen de 10.000 en de 100.000 euro al gauw. En dan als je dan geen merkopstelling van tevoren doet om te checken of je echt een succes gaat worden, dan is zo ontzettend onverstandig. Ja. Dus ik denk van, dat over 10, dat is mijn beeld, over 10 jaar doet iedereen, zeg maar, een merkopstelling. Denk ook dat we steeds meer die kant op gaan, dat denk ik ook. Ja, dus net zoals dat je als nieuwe manager in bedrijf inkomt, dat het ontzettend verstandig is om van tevoren een organisatieopstelling te doen. Wat speelt er en als ik hier binnenkom, wat kan ik verwachten en waar zitten de patronen waar ik voor op moet passen? Ik heb vrij veel meegedaan met van die managers die bij scholen dan dat deden. Ja. Als interim inkwamen. En ik vond het fantastisch om te zien inderdaad dat ook al, terwijl je dan denkt, ik ben maar 1 of 2 keer geweest. En toch pak je het systeem helemaal onbewust op. En want dat zie je in de opleiding bijvoorbeeld ook. Dan hebben ze de casus van de cliënt die ze dan hebben, die doen ze dan eerst zelf. Hè? Ook om even te kijken van, wat speelt er eigenlijk en welke patronen zitten erin en waar moet ik dus goed op letten, welke elementen zijn ook van belang. En wat je dus telkens ook heel mooi ziet, is dat als die cliënt hem daarna opstelt, is het eigenlijk hetzelfde, dat zie je helemaal hetzelfde thema terug. En dat blijft toch bijzonder, hè? Ja, ik vind dat toch altijd bijzonder. Ik hou ervan dat ik me nog steeds erover verwonder, zeg maar. Ja, hoe je dan dus toch onbewust de dingen oppakt. Maar goed, dat is het idee van die veldtheorie, is dat natuurlijk ook. Dat wij, als wij nu zitten praten en jij krijgt stroomstoten, dan zijn die te signaleren in mijn lijf. Maar dat geloof ik niet. Dus als ik nu me beroerd voel, dan denk ik, ik sta ook al zo lang.
Of ja, ik heb inderdaad ook wat dat en dat. Die verzint wel van alles. Maar, omdat, ja. maar het idee dat het te maken zou kunnen hebben met het feit dat jij stroomstoot krijgt, dat komt gewoon bij ons niet op. Nee. Dus we doen ook geen onderzoek daarna. En nou ja, zo werkt het dan natuurlijk. Maar je ziet wel dat we er steeds meer geïnteresseerd in zijn. Dat vind ik zo en zo in de omgeving. Ja, het is natuurlijk ook met wie je omgaat. Maar ik zie daar wel verandering in. Ja. Ja, nou ja, kijk, met dank aan jou natuurlijk kan ik ook die online opstellingen natuurlijk doen. Ja. En, ja, dat is ook natuurlijk, ik vind het heel mooi dat je een aantal van die verschillende varianten hebt. Je hebt dan natuurlijk de fysieke merkopstelling. Nou, daar zat je in die coronatijd een beetje mee. De laatste keer hebben we wel gewoon iemand dus gewoon in de ruimte laten zetten. Heeft die mondkapje opgedaan, de cliënt, zeg maar. Zo hebben we toen meegewerkt. En... maar goed, dus een fysieke opstelling, je hebt natuurlijk die online opstelling, heeft natuurlijk ook een aantal voordelen. Omdat je dat heel gemakkelijk snel kan organiseren. Ja. En je krijgt die representanten gemakkelijk bij elkaar. Het kost ook veel minder. Je hoeft geen ruimte te huren. Je hoeft geen opname te regelen, want alles wordt meteen automatisch opgenomen. Ja. En het bijzondere is dat die online opstellingen, die werken eigenlijk voor datgene wat je weet ook perfect. Ja. Want bijvoorbeeld in de laatste opleiding, tot nu toe was het eigenlijk altijd zo dat in die opleiding iedereen zeg maar ging, dan noemen ze de afstudeersessie noem ik dat dan, hè, waarbij ze dan een echte cliënt van buiten hebben, waar ze dan moeten laten zien dat ze het goed kunnen. Ja. Nou, de een van de drie die nu in de opleiding zit, die voelt zich het meest vertrouwd met de online variant en die doet dus zijn afstudeersessie online. Ja. En dat heeft dus ook een aantal voordelen, want het is veel gemakkelijker om representanten bij elkaar te krijgen. Heel veel verschillende mensen die elkaar niet kennen. Dat maakt het altijd beter, vind ik. Als je de mensen bij elkaar hebt zitten die elkaar kennen, is het moeilijker om te zeggen van nou, als ik naar een onbewoond eiland zou gaan, dan zou ik jou echt niet mee willen nemen. Ja. Dat is moeilijker. Mooi voorbeeld. Dat is moeilijk om dat te zeggen als je elkaar vaak ziet. En als je mensen niet kent, dan is dat ook niet zo moeilijk, zeg maar. Om tegen iemand te zeggen, zit er meer afstand tussen, ja. Ja, als jij zou gaan zitten, zou ik niet erg vinden persoonlijk. Niet persoonlijk bedoeld, hoor, maar nee. Ja. Dat is wel de kern van de methodiek natuurlijk. Ja. Is dat je de representanten zover krijgt dat ze ook werkelijk zeggen wat ze voelen. Ja. En dat is niet altijd simpel. Was toen ook hier bij een online opstelling koos een van de drie directieleden, die koos een hartje voor zichzelf. In plaats van, ik zeg altijd, je mag eigenlijk alleen maar werken met het mannetje en het vrouwtje. He, dat vind ik dan het meest gemakkelijk. En anders wordt het allemaal zo ingewikkeld. Je hebt al die kleuren al en de vorm. En als je dan wordt het allemaal helemaal zo ingewikkeld. Dus dat is dan de beperking die ik dan doe. Maar ja, kiest iemand een hartje. Nou ja, en ja, ik dacht, moet we nou met een hartje hier? Maar vervolgens krijg je dus dat een aantal representanten dan zeggen van na afloop, zo'n hartje, dat was wel weer een beetje te heftig, hè? En toch vond iedereen vond het moeilijk om ter plekke te zeggen dat hartje, ja, van, dat had voor mij niet gehoeven. Er was niemand die dat zei. Terwijl na afloop was eigenlijk maar één die er enthousiast over was over het hartje. Dat was de representant die het hartje had gekregen. Die vond het fantastisch dat zij het hartje was. En het was wel grappig om dat zo te merken. Ja. Maar er waren een aantal mensen, vooral de mensen die er vlak omheen stonden, die hadden echt zoiets van, ja, wat moeten we hier nou weer mee? Ja. Maar dan zie je dus inderdaad hoe moeilijk het is om dus inderdaad mensen dan zover te krijgen dat ze ook werkelijk zeggen wat ze voelen. En ik vind dat dus ook lastig. Want zeg maar, als ik ze zie, kan ik het gemakkelijker zien. Ik heb het online, ik heb wel gepoogd het te zien. Ik heb het ook niet letterlijk gevraagd. Dat vond ik weer te. Vind je dat kan, zo'n hartje? Dat wou ik ook weer niet vragen. Dus misschien ligt het ook wel bij mezelf, hoor. Ja. Maar het was wel een mooi voorbeeld van hoe je dan soms dat bij online moeilijker is om mensen dan zover te krijgen dat ze dan dat toch zeggen. Terwijl je zou zeggen, ja, online zou dat prima moeten kunnen. Ja. Maar goed, dus online heeft echt wel een aantal voordelen, omdat je dus inderdaad snel kan organiseren.
En een hele hoop dingen werken. Het werkt perfect, vind ik, jouw hele online systeem. Ja, dankjewel. Ja, en wat ik dan ook een voordeel vind, is internationaal. Je kan internationaal met elkaar werken. Ja. En het is natuurlijk gewoon afstand. Dus, in principe heb je het ook al als je in Nederland werkt, zeg maar. Als je een Zeeuws bedrijf hebt, dan kan ik dat heel gemakkelijk begeleiden. Ik blijf wel de voorstander van, zeg maar, om het. Dus de dialoog na afloop, die doe ik altijd fysiek. En de intro doe ik ook altijd fysiek. Omdat dat maakt het wel gemakkelijker. Maar het is heel wat gemakkelijker om met z'n drieën een afspraak te maken, als dat je meteen op korte termijn, bij wijze van spreken, 20 representanten krijgt. Of 10 of 15. Ik vind het altijd wel van belang dat je voldoende keuze hebt. Als mensen het idee hebben dat er bijvoorbeeld 8 mensen zijn en ze hebben bij de laatste elementen hebben ze eigenlijk geen keuze meer. Wat je dan in mijn onderzoek altijd hebt gezien, is dat mensen dan de uitspraken niet meer geloofwaardig vinden. Ja. Omdat ze onbewust, dat werkt heel erg onbewust, maar dan hebben ze het idee van ik had geen keuze, dus dit was de enige die ik kon kiezen. Ik weet nog wel dat iemand er ook zei van ja, en dan ging die voor een, dan gingen we testen of die de Rabobank, zeg maar, in de tijd was nog van Jochem, of ze Friese hypotheekmensen op de bus moesten hebben in plaats van Jochem. Nou, en in principe hadden we toen weinig representanten, dus uiteindelijk was dus dat nieuwe logo werd iemand met sandalen, want dat was de enige die nog over was. Nou, hij vond het gewoon echt iemand voor niks, die dan ook nog zei, ja, maar je bent hier niet voor niks. Dus ook nog eens een keer dat spirituele geneuzel, zoals die manager dat dan noemde. Ja. Maar goed, er kwam dus uit dat het fantastisch zou zijn om dat te doen. Gewoon dus Friese hypotheekadviseurs op die bus zetten voor de Rabobank. En nou, het heeft dus ruim een jaar geduurd voordat hij zover was. Toen heeft hij het gedaan en toen is het marktaandeel is 14% omhoog gestaan. Dat was nog nooit eerder gebeurd. En, dus de methode werkt wel. Alleen de geloofwaardigheid, als mensen niet echt het gevoel hebben dat ze iemand zelf hebben uitgezocht. Ja. Dat is hetzelfde als veel begeleiders, die hebben de neiging om zelf bijvoorbeeld een representant op een plek te zetten. En dat werkt helemaal niet. Want dan denken ze van, oh ja, maar dat heeft niks met mij te maken. Dus als je die representant zelf de positie kan laten kiezen, dan gaat het nog. Maar het werkt gewoon veel beter als je de cliënt de elementen laat kiezen. Ja, ja. En als ze dan wat dingen gaan zeggen door de positie waarop hij of zij ze heeft neergezet, dan vindt hij het ook helemaal logisch. Want ja, het is wat ik zelf heb neergezet. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik zeker als we voor de eerste keer hiermee in aanraking komen ook. Ja. Hè? Ja, daarom is het ook al. Ik weet nog wel dat toen ik in 2000 was, Albrecht Maar, dat is mijn grote favoriet qua opstellingenwerk. Die deed toen ook merkopstellingen met Joachim Stomski in Duitsland. Ben ik toen vaak geweest. En daar hadden ze dus ook. Toen kwamen ze ook tot de ontdekking dat het ontzettend van belang is. Je hebt een aantal ervaren representanten nodig, omdat die, zeg maar, dat cirkeltjesgedrag niet vertonen, omdat die echt gewoon in de rol kunnen blijven. Ja. Maar te veel van die mensen die het kennen, ja, dan denkt hij van, waar ben ik nou beland? Dan wordt het allemaal zo melodramatisch en dan gaat iemand zinkt meteen op de grond en die, oeh, wat voel ik nou? En dan denkt hij van, nou, ik weet niet waar ik nu beland ben. Maar, precies, en dan gaat de geloofwaardigheid eraan. Ja. Maar een van de belangrijkste dingen, en dat is dus ook, je moet als merkverantwoordelijke, zeg maar, ook echt het beste met de wereld voor hebben. Want het is een systemische methode. Dus als jouw merk niet bijdraagt aan het welzijn van de mensen voor wie jij met je merk bezig bent, dan werkt het niet. En dan werkt de methode natuurlijk ook niet. Ja. Dus het is echt ook echt purpose-driven, om het maar te zeggen. Je moet echt het gevoel hebben dat je wil bijdragen aan een betere wereld. Ja. Als manager. Ja. Ja, dat is ook mooi. Maar het is ook mooi om mee bezig te houden. Ik vind het fantastisch. Toch? Ik vind het wel fantastisch. En ik weet wel dat Albrecht Maar, die had het toen ook over. Op een gegeven moment was de laatste opstelling die hij deed. Dat ging toen over een verzekeringsmaatschappij waarbij ze speculeerden op een stijging van de beurs.
En dat product verkocht slecht. En toen zegt Albrecht, maar ik heb helemaal geen verstand van beurzen of wat dan ook. Maar hij zegt, het is toch gewoon nu dom om zo'n product te kopen, zei hij. Ja, zegt die manager, dat klopt. En daarom is het ook zo moeilijk te verkopen. Dus, en wat toen in die... Maar goed, hij was verkocht door die Joachim Stromski. Dus Albrecht, maar voor zijn gevoel moest wel ermee aan de slag. En wat hij dan deed is, nou, je maakt een mooie brochure, die zet je ervoor. En je zet er nog een aantal andere dingen voor, zodat je dat product niet meer zag. En dan werd die klant er echt blij van. Nou, en dat, toen zei Albrecht, maar dit is de laatste keer dat ik het heb gedaan. Ik ga hier niet aan meewerken. Nee. En ik zou daar sowieso niet aan meewerken. Ik doe ook geen merkopstellingen als ik het gevoel heb dat... dat de beslissingen die ze wil nemen gewoon niet bijdraagt aan het leven van de fans. Nee. Maar daarom zeg ik, daarom is het ook mooi om dit te kunnen doen. Het is zuiver, het is super. Prachtig, toch? Ja. Het is helemaal super, vind ik. Ja, prachtig wat je hebt ontwikkeld. Vind ik echt prachtig. Ja. Wim, ben ik wat vergeten te vragen? Wat je nog duidelijk wil maken? Mensen, de website, hè, de www.merkopstelling.nl, zeg ik goed? Ja, daar kunnen ze alle informatie vinden. Kunnen ze ook in contact komen met jou, ja, volgens mij. En, ze kunnen me dus bereiken op info@merkopstelling.nl of op info@wimjurg.nl. En nou ja, als je denkt van, hey, het is leuk om eens even erover te sparren. Nou, het is mijn hobby ook, zeg maar. Het is mijn liefhebberij. Ik vind het een fantastische methode. En ik vind elke keer weer is het een feestje voor me, zeg maar. Elke opleidingsdag is een feestje voor me. Ja, en in voorjaar, 5 september geloof ik, zei je, begint de opleiding. 10 september. Ja, en heb je tussentijds nog, heb je deze zomer nog wat waar mensen nog aan kunnen deelnemen? Ik had 1 juli had ik de laatste klant, zeg maar. En 2 juli had ik dan de laatste opstellingsdag. Dus in juli, augustus ligt het eigenlijk altijd een beetje stil. Oké. Maar goed. Willen ze meer informatie of willen ze, dan weten ze je te vinden. Ja. Hier de website. Oké. Hey, en tot slot, aan de hand van deze podcast maak ik een Spotify-lijst met systemische nummers. Nou weet ik dat merkopstellingen natuurlijk wel misschien wat anders ligt. Maar goed, je hebt natuurlijk al meer gedaan op het opstellingengebied. Dus ik wil vragen of jij een muzieknummer hebt wat je wilt toevoegen aan deze lijst. Nou, mijn nummer wat ik altijd gebruik is dat nummer van Pink Floyd van The Wall. We don't need no education. En dat is echt helemaal op mijn lijf geschreven. Is van ontwikkel je eigen roeping. En ga niet met allerlei standaard dingen aan de slag. Zo doe ik dat bij mijn eigen opleiding ook. Gewoon proberen aan te sluiten bij de kennis die iemand al heeft. Dus als iemand al 20 jaar lang marktonderzoeker is, ja, dan heeft hij over het algemeen een fantastische manier om mensen te bevragen. Nou, dat moet je dan ook uitnutten. En dan moet het niet zo zijn dat ik ga zeggen hoe je dan iemand goed zou kunnen bevragen. Ja. Natuurlijk heb ik daar wel ideeën over. Bijvoorbeeld, mijn idee is altijd, je spreekt iemand altijd aan met de voornaam en niet met L of K. Ten eerste vind ik L of K, dat is een beetje Jozef K-achtig, hè, van Kafka. Dus daar heb ik al wat minder mee. Maar ik vind ook, als je mensen aanspreekt met het element waarvoor ze staan, dat je dan heel vaak krijgt dat mensen gaan denken, oh ja, wacht even, ik ben K. Wat zou K ervan vinden? Maar dat is, voor mij is het een projectietechniek. Dus jij staat er, zeg maar, als Esther. Dus dan zeg ik, hoe is het met jou, Esther? Zeg ik dan. Maar goed, als iemand dat anders zou willen doen, dan kan dat prima. Maar dat is eigenlijk wel mijn methode. Maar dat is eigenlijk ook een methode die bij die marktonderzoekers ook gewoon goed werkt. Dus doen ze dat zelf ook altijd. Ja, ja. Mooi. Het is ook een mooi nummer, vind ik trouwens. Vind ik gewoon überhaupt een mooi nummer. Ja, ik vind het ook fantastisch. Maar goed, dat vind ik helemaal een fantastisch nummer. Nou, die ga ik zeker toevoegen. Super. Mag ik je bedanken, Wim, voor deze opname, deze interview. Yes. En nogmaals, als jullie meer informatie willen van Wim, dan kan je hem contacten. Maar je kan ook op www.merkopstellingen.nl kijken. Merkopstelling.nl. .nl.
Maar je komt er ook als je merkopstellingen.nl intypt. Maar het is www.merkopstelling.nl. Maar ja, dat zijn allemaal van die dingen van, ja, hoe noem je het dan met EN? Of merkenopstellingen. Ik heb gewoon merkopstelling.nl. Mooi. Heel mooi. Dankjewel. En ja, nog een fijne dag. Ja, ik vond het superleuk om te doen. En nou, tot de volgende ontmoeting. Ja, zeker. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement? Ga dan naar de website www.siso.com. En tot slot, ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij? Of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar info@siso.com. Fijne dag!